Wij denken, maar de tijd zal het leren, dat voor de bewoners van Blijdorp, waar toch naast dat er veel hoogopgeleide mensen zijn, toch ook een hoop problemen zijn, dat dit in een behoefte kan voorzien. Hallo, ik ben Gul. Welkom bij Cineac Noord. We beginnen deze keer met de buurtadvocaat in Blijdorp. We zitten bij bewonersorganisatie Blijdorp en er is vandaag een nieuw project van de start gegaan. Buurtadvocaat. Julius van Bonnet en ik hebben een samenwerking afgesloten die heel simpel behelst dat Julius als advocaat een gratis spreekuur gaat houden. Elke dinsdag van 16:30 tot 19:30 voor alle ruim 9000 inwoners van Blijdorp. Waarbij ze kunnen komen zonder een afspraak te maken. Waarbij ze spullen mee moeten brengen die op de zaak betrekking hebben. Een legitimatie bij zich moeten hebben. En ze gaan met Julius in gesprek. En hij is een zeer ervaren en bekende advocaat in Rotterdam. Het idee is eigenlijk dat je advocatuur heel laagdrempelig maakt. En niet ingewikkeld. Dat het in de wijk zit voor bewoners. En dan is het natuurlijk een uitstekend idee om met de bewonersorganisatie samen dat op te pakken. Als ik nou aan Blijdorp denk, we wonen te veel tweeverdieners. Is dat dan nodig dat die gratis naar een advocaat kunnen? Toen het raadsliedenwerk nog hier zat, raadsliedenwerk is bekend hè, in Rotterdam. De sociale raadslieden. De sociale raadslieden. Die zijn hier onlangs weggegaan vanwege bezuinigingen. Zij moesten terug naar een andere locatie in de stad. In die periode, dan heb ik het over vorig jaar, kwamen er 1100 mensen in een jaar uit Blijdorp bij de raadslieden. Dus daarmee kun je zeggen dat er wel degelijk behoefte aan bestaat. Wij denken, maar de tijd zal het leren, dat voor de bewoners van Blijdorp, waar toch naast dat er veel hoogopgeleide mensen zijn, toch ook een hoop problemen zijn, dat dit in een behoefte kan voorzien. En we proberen op deze manier weer een keer een stukje extra service te bieden aan de inwoners van Blijdorp. Wat is dan eigenlijk het verschil tussen sociaal raadslieden en deze vorm? Een advocaat kan natuurlijk een echte procedure voeren in de rechtbank, althans als daar een advocaat voor nodig is, dus alle civiele procedures. Dat is dus heel makkelijk en dat kunnen sociale raadsleden niet. Verder sluiten een heleboel dingen wel op elkaar aan en mensen komen met verschillende soorten problemen. En nou ja, als ik er echt niet uitkom, dan kunnen we natuurlijk dat doorverwijzen. En zij verwijzen naar mij door en ik verwijs naar hun door als het zo uitkomt. Dus we werken ook veel samen. Ja, als je mensen dus met een of ander probleem zitten, dan komen ze gewoon naar me toe. Ik bespreek dat zoals een advocaat elke zaak bespreekt met een cliënt. En ik behandel de zaak als het een procedure wordt. Dan behandel ik de procedure. Als het geen procedure wordt, en dat is wat ik natuurlijk hoop, is om zoveel mogelijk dingen gelijk af te doen. Het kunnen grote dingen zijn, het kunnen kleine dingen zijn. Kan echt met alles hier terecht? Of? In principe kunnen de bewoners met alles terecht. Het is vrijwilligerswerk, ook van mijn kant. En dus dat betekent dat ik hier een aantal uren per week zit. En dat doe ik het hele jaar door. En gedurende een aantal jaren ga ik dat doen. Het is voor mensen uit Blijdorp, maar ja. Als je nou in Bergpolder of het Oude Noorden woont, kan je hier dan ook terecht? Natuurlijk, ik zit hier voor de bewonersorganisatie en voor deze bewoners. Dus ik ga ervan uit dat de meeste bewoners uit deze wijk zullen komen. Daar is in ieder geval voor bedoeld. Maar ik ga natuurlijk niet zeggen, nou sorry hoor, u mag absoluut niet komen of zo. Kijk, het zou wat anders zijn als heel Bergpolder of een hele andere wijk hier naartoe komt. Dan is het misschien tijd om in die wijk een spreekuur te organiseren. Ja, zit dat misschien, stel dat het loopt, is dat misschien ook toekomst? Ik heb in tenminste één wijk een proefproject daarover opgestart. En dat loopt redelijk, kan ik niet anders zeggen.
Ik kan niet helemaal uitsluiten. Het is op dinsdagmiddag van hoe laat tot hoe laat? 17:30 tot 19:30. En iedere week. En mocht het nu zo'n succes worden als dat we vermoeden, dan hebben wij ook nog een afspraak met elkaar dat er een overloopspreekuur is. Dat gaan we niet vertellen wanneer dat is. Maar dan wordt er een afspraak met de klant gemaakt. En dan komt hij op een ander tijdstip in de week. Nou, ik ben niet zo, ik lul altijd, maar als ik in zo'n microfoon moet lullen, dan weet ik ook niet veel te zeggen. Het Van Maandenbad wordt helemaal gerenoveerd. Hij vliegt, hij wogelt en hij zwemt. Hij kwekt voor jou en hij kwakt voor haar. Hij snatert heel wat bij elkaar. En als jij een liedje voor hem zingt, dan plonst, dan duikt hij en dan zwemt hij wat voor hem. Jan Pot, manager van het Van Maandenbad. En ik mag u hier een klein stukje laten zien van waar we mee bezig zijn. De restauratie van het Van Maandenbad. Officieel natuurlijk Sportfondsenbad Rotterdam-Noord. We staan nu in de voormalige, maar ook de toekomstige kleedruimtes. Hier zijn al wat nieuwe muren te zien. Hier zijn al wat nieuwe kolommen te zien. Dat zijn de witte palen die voorheen grijs waren. Het gat bovenin het dak, dat wordt een trappenhuis naar de sportschool. En zo gaan we het hele pand door en alles wordt gerestaureerd. Het gebouw wordt nu eigenlijk helemaal gestript. Alle tegels, behalve de blauwe hier achter mij in de bassin zelf. Maar voor de rest gaan alle tegels eraf. Alle muren zijn eruit geweest. Het oude dak is er helemaal verwijderd. Het nieuwe dak krijgt weer vorm. En daar moet ik wel gelijk bij zeggen. Helaas, in een nieuwe situatie gaat het dak niet open. Wat tot de jaren 90 wel kon, kan in de toekomst helaas niet meer. Maar moet je wel bij bedenken dat toen het zwembad ontworpen werd en nog geen buitenbad bij bedacht was. Dus heel veel nut heeft het ook niet. Maar het is wel heel mooi als het zou kunnen. Het instructiebord zelf, daar verandert dan helemaal niets aan. Zou je bijna zeggen. Maar je ziet nu een heel klein zwart trappetje. En die trap, die gaat eruit en er komt een hele nieuwe trap voor terug. Maar die komt over de hele breedte van het zwembad. Dus die komt helemaal naar deze kant toe. En dat betekent ook dat de waterzuivering hier veel beter wordt dan dat die was. De watertemperatuur veel beter te regelen is. Dus we hebben straks gewoon weer lekker warm water van een graad of 31. Waar we weer heerlijk in kunnen spetten en spatten. Het Van Maandenbad is een rijksmonument. Dus dat betekent dat je er niet heel veel aan mag veranderen. Nou was het wel zo dat hier al heel veel weg was van wat er in de jaren 30 bedacht was. En we hadden zoiets van, als we het dan toch moeten restaureren, waarom dan niet met de kleuren en materialen van de jaren 30? Zodat het weer die uitstraling heeft van die tijd waarin het is geopend. Alle waterzuiveringselementen, tot en met de filters waar het water gezuiverd wordt toe, worden vervangen. Door een heel modern systeem. En dat hadden ze in de jaren 30 zeker niet kunnen weten. Energiezuinig, milieuvriendelijk. Nou, eigenlijk gewoon maatschappelijk verantwoord zoals we dat graag willen doen. Voor wat betreft de luchtbehandeling, dat is ook zoiets waar er voorheen was het gebouw zijn eigen luchtkanaal. De mensen die hier vaak komen kennen de banken en de kolommen wel waar vroeger de lucht uitkwam. En dat wordt ook een heel modern systeem met heel veel warmteterugwinning en dat soort fratsen. En als het straks klaar is, dan kunnen we zeggen dat we qua techniek het modernste zwembad van Nederland hebben. Rechts van mij, dat worden de toiletten. Nou, ik ben heel eerlijk, het is nu al beter als dat het was. En links van ons, daar komen de douches. En waar die twee gaten zitten, daar waren vroeger de toiletten. En dat wordt nu de doorgang naar het zwembad. Dat zijn twee deuren. En dat betekent dat we straks ook het wedstrijdbad en het instructiebad van elkaar kunnen afscheiden met een scheidingswand. En dan heb je twee deuren nodig om inderdaad ook weer naar het zwembad toe te gaan. Dit is eigenlijk de grote kleedruimte zoals mensen die kennen, helemaal achterin in de gang. En hier komen ook gewoon nu netjes twee fatsoenlijke kleedruimtes voor terug. Wat je hier bijvoorbeeld aan de muur ziet, dat noemen ze betonemaille. Jaren 30 huizen zie je dat ook nog wel een beetje. En dat zijn elementen die bijvoorbeeld wel weer gebruikt gaan worden in de afwerking straks. Tijdens de restauratie van het Van Maandenbad hebben we een tijdelijke voorziening. Samen met de gemeente Rotterdam hebben we die kunnen bewerkstelligen. Het was in eerste instantie bedoeld om het schoolzwemmen en de verenigingen water te kunnen bieden. Maar
heeft eerst het Oostelijk Zwembad hier anderhalf jaar gebivakkeerd vanwege hun restauratie. Mogen wij nu een jaar kamperen en eigenlijk al onze activiteiten voortzetten. Dat betekent dat alle lessen doorgaan, al het schoolzwemmen doorgaan, de verenigingen gewoon hun ding kunnen doen. Ja, en wij eigenlijk heel blij zijn dat we gewoon door kunnen zwemmen tijdens de grote restauratie. En daar willen we eigenlijk toch wel de gemeente Rotterdam heel erg voor bedanken. Ergens maart, april 2015 gaan hier de nostalgische maar moderne deuren weer open. Al jaren zijn er plannen om hoofdbogen op te knappen. De Highline Park in New York is vergelijkbaar met de hoofdbogen. En daar is een park van een aantal kilometers aangelegd. Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got nine brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. Up on the dirty boulevard, he's going out to the dirty boulevard, he's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month, you can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything, they dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. It's a bright night, there's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly, 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 fly. From the dirty boulevard, I wanna fly away. I wanna fly, fly, fly away. I wanna fly, fly, fly away. Fly, fly, fly. Nou, dat was het weer. Vergeet niet op onze website, Facebook, YouTube, Twitter te kijken. Als u zelf een filmpje heeft, kunt u opladen via www.rotterdamnoord.tv. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.